Johannes Geneugelijk, zeg maar Hans. Je bent de straatkrantverkoper voor de ingang van Donner. Hier ben je al jaren te vinden. Maar nu heb je iets nieuws. Ja, ik heb een bundel uitgegeven. Dat is een Lampretto of zoiets. Lampiretto, weet ik veel. En dat is een pop-up ding, een uitvouw dichtbundel. Want ik maak gedichten. Het onbeschreven voorhoofd moet dus nog wat verder geperforeerd worden. Terwijl het al een doorgaande snelweg is waarop in ieder heen en weer kachelt. Jos van Beers die heeft het initiatief genomen. En die man die woont in Tilburg is kunstenaar, typograaf. En die heeft Hans ontmoet op een gegeven moment. En die kwam erachter dat hij dichtte. Hij vond het eigenlijk zo mooi dat hij er iets mee wilde doen. Dus die heeft mevrouw een lino laten maken, Inge Koenen. En het is prachtig gedrukt. En wij wilden natuurlijk graag meewerken door het te verkopen. En Hans een presentatie te gunnen in de winkel. Het is telkens weer een stukje verderop, weet je wel. Ik heb er al 3 uitgegeven. Dit is de 4e. Maar ja, die eerste 3 waren amateuristisch. En die waren net zo goed. Alleen de uitvoering was anders. Dit is professionele uitvoering. Heel veel mensen kennen hem natuurlijk ook, want hij staat al, ja, zolang als ik weet, staat hij al bij ons voor de deur. Vroeger toen we nog een hele grote etalage hadden, toen zat hij ook altijd aanwijzing te geven. Nog een stukje naar links, nog een stukje naar rechts. Hij hoort gewoon bij Donner. Hij hoort bij Donner, absoluut. Ja. Ik krijg een personeelskorting als ik zelf boeken haal. Krijgt hij ook. Ja, zeker. Je hebt een ruig leven achter de rug, verslaafd geweest aan de heroïne, dakloos geweest. Heeft het gedicht jou geholpen om doorheen te komen? Absoluut. En ja, dat vind ik leuk. Begin nooit aan drugs en als je wil dichten, dan moet je het vooral doen en uit je hart. Koop mij een Leporello. Ja, een Leporello, ja, dat is een gedichtenbundel. Mooi, hè? Absoluut.